dit prachtige tuinhuis. Dit is mijn lokaal. Ik vind het fijn om les te geven aan ze. En ze zijn ontzettend toegankelijk en leerbaar. En kijk hoe divers ze zijn. En ik wil ze graag van A naar B brengen. Dat doen ze zelf, maar ik mag ze daarin begeleiden. Tuinbouw vind ik hartstikke leuk, omdat je daar tomaten verbouwt en courgetten. Wat gaan we maken vandaag? Tomatensoep. Mag je bij deze cijfertjes kijken? 1 liter. Zo. Kijk eens verder naar boven. Drie. Ja, zie je dat? Dat is de 1. Kontje eraf. Wat ik nu echt het leukste vind, dan zeg ik koken. Ja, koken heb ik heel erg goed geleerd, want ik kook ook thuis altijd. Voor mijn ouders en voor mezelf. En het gaat ook steeds beter en ik leer ook steeds ingewikkeldere gerechten maken, zeg maar. Zo, dat is ook netjes gevallen. Nou, de meesters en de juffen, die zijn hier zo goed, omdat die altijd klaarstaan om je te helpen. En ook omdat je daar dan ook echt beter van wordt. Of tenminste, in mijn geval ben ik daar heel wat beter van geworden. Dus we hebben net gepraat over een kathedraal. Wat de kenmerken daarvan zijn, want zij lezen alles. En ze moeten ook nadenken. En we zijn ook van plan naar Utrecht te gaan, naar de Domkerk. Dan kunnen ze het in het echt zien. Leraren en leraren. Die zijn hier hartstikke aardig. Hier op de Meerklank mogen alle leerlingen stage lopen. Die mogelijkheid bieden wij. Want we willen eigenlijk dat ze door middel van de stage hun eigen mogelijkheden, maar ook hun talenten en interesses zoveel mogelijk ontwikkelen. En omdat we als doel hebben om een leerling van school af te laten gaan met een passende werkplek. En dat is waar we voor gaan. Ik heb op Spruit heel erg stage gelopen, medicijnpotjes inpakken. Oké. Ik loop op mijn stage bij autopoetsbedrijf in Nieuwegein. En ik neem mijn auto's poetsen. Dit dinsdag en vrijdag. En ik heb stage gelopen, ik heb van schoot, eten gegeven, van alles en nog wat. Echt heel veel. Ik heb deze school kinderzorging gevolgd en ik heb nu een certificaat gehaald en ik wil er ook later in gaan werken. Dus. Ik ga binnenkort van school, dan ga ik werken bij de elleboog. En ik ben gewoon een hele leuke jongen, ik kan goed met mensen omgaan, ik maak snel vrienden. Deze doelgroep, dat laat je niet los.